Harry wil heel graag kinderen. Maar jij niet? Ik kan er niet voor zorgen. Ah, ja, maar dat dacht ik ook toen ik in verwachting was. Maar als ze er één keer zijn, dan gaat gelijk een fluitje van een cent. Ja, het is maar als ze groter worden. Ik kan het niet. Maar daarvoor zijt je toch met twee? Ik ben er zeker van dat Harry... Ze is Bertje ges... Uw zoontje? Nee, van mijn zus. Huh? Ik moest eens babysitten en Bertje die zat op zijn stoeltje en die was heel de tijd aan het bibbelen. Ik had nog zo gezegd van Bertje, doe dat niet, want het is gevaarlijk. Ik draai mij om en daar lag hij. Als ik niet naar de keuken was geweest, dan was het... was niet gebeurd. Het is uw schuld niet. Oh, jawel. Nee, dat weet ik gewoon. Elke keer als ik Koentje zie, dan... Dat is een tweelingbroertje. Tante Ingrid was erbij toen Bertje doodging. Amper 4 jaar en hij weet het zo goed. Ah, Fernand. Frank, goeiemorgen. Mag ik even binnenkomen? Felicien, dat is niet waar. Maar dat is wel waar. Maar nee, de Sixtijnse kapel is van Michelangelo. Maar zit u zeker? Maar ja, zo zeker als 2 en 2 4 is. Het laatste avondmaal, dat is van Da Vinci. Dat moet mijn Rogerke dat printje op een verkeerde plaats hebben geplakt. Suzie. Christine. Zeg dat tegen tante Ingrid. Je doet al een huis om te huis. Nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen. Altijd thuis. Waar je leven ooit begon. En waar je groot werd in de zon. Zoveel warmte kreeg je altijd. Thuis. Het leven neemt je mee naar het leven. En je lacht om elk gevaar. Soms ben je veel te lang gebleven. Want dan huis toch aan je zwaar. Geen betrouwde huis dan thuis. Nergens zo geboren. Zie nu toch eens wat de lief bazeke, madame Ingrid. Je bent groot geworden, hè, ons koontje? Ja. Al een beetje verlegen, hè? Dat zal de verrassing zijn. Het is trouwens voor iedereen een beetje een verrassing. Oh, ja? Ik ben wel blij, maar het is wel onverwachts. Tuurlijk, madame Ingrid. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar nog gezien hebben? Felicien. Maar ik heb gisteren toch nog met Harry gebeld, dus... Ja. Ah, ja. Ga zitten. Madame Akkebouwmans, uw domiciliering is in orde, hè? Er staat ingeschreven. Merci, Fernand, maar het is madame Bouwmans. Woont u hier ook, meneer? Voorlopig nog wel, ja. Voorlopig? Ja, dat is onze Luc, dat is mijn broer. Oh, ga zitten, Luc. Ja. Vakantie die we nou van aan met. Fernand, wil je nu eindelijk zeggen waarom je naar hier gekomen bent? Ja. Ja. Luister, je zult dat wel weten waarover dat gaat, zeker. Verkammenaffaire? Wat is daarmee? Ik vind eigenlijk nogal een betant dat ik ervoor naar hier moet komen. Moet jij ervoor niet naar hier komen? Ja, maar ga komt ook niet. Naar waar? Naar mij, met een bureautje. Dat is veel slimmer geweest, hè, als je van de eerste keer een verhaal wordt komen doen. Welk verhaal? Ja, wel dat je verkammen in elkaar hebt geslagen. Hoe weet jij zo zeker dat onze Frank Verkammen in elkaar geslagen heeft? Ik heb die niet in elkaar geslagen. Nee, maar al toch in het ziekenhuis. Nou, het ziekenhuis heeft gevraagd of we de familie willen contacteren. Het is zo dat we onder weet zijn gekomen dat we Frank Verkammen een toek heeft gegeven. Dat was zijn eigen schuld. Maar je hebt hem toch een toek gegeven? Oh, een toekskeus, zeg. Ja, maar dat bedoel ik, hè, Frank. De mensen gaan daar direct kwijt die wat van maken. Het was veel beter geweest dat je van de eerste keer een verhaal wordt komen doen. Ja, maar dat kan toch nog, hè? Ja, maar dan ben ik naar hier, hè? Ah, wel, dan ga jij gewoon terug weg. Maar ik zit hier pas. Doe dan gewoon of dat je hier niet geweest bent, hè?
luisteraar die vergeet wel meer het een en ander te vertellen. Over laatst. Ja, maar nooit zulke belangrijke dingen. Oh, jawel. Felicien, stond jij niet op punt van te vertrekken? Ja, ja, maar als ik nog het een en het ander kan doen, dan... Felicienneke, jij staat op punt om te vertrekken. Ja, als madame dat zegt, dan zal dat wel zo zijn, hè. Dan zie ik u morgen. Ja. Dag, Koentje, meloentje. Ah, wel. Waarom heb jij mij niks gezegd? Ja, het moest toch een verrassing blijven, hè? Ja. Dat is dan wel geworden, hè. Ja, maar... Wacht nou eens even, hè. Ik ga terug boten. Goed. En dan? Wel, dan komt Frank naar u, naar de bureau. En dan kom ik op de bureau alles uitleggen. Maar ik zit hier, hè. Ik vind dat geen goede dag. Heel juist, jongen. Ik ook niet. Ik wil alleen maar zeggen, het is beter dat je dat verhaal niet weet. Dat je het niet hoort. Ja, dat is nou een straf, dat, hè. Moet ik toch mijn job kunnen doen? De Frank, dat is toch een vriend van u? Ja? Dat kun je hem toch niet aandoen? Fernand, we gaan me toch niet in een bak zetten? Dat kan ik niet. Natuurlijk kan ik dat niet aan in een bak zetten. Dat is iets voor de rechtbank, maar ja, die... Zeg, mannetjes, mag ik er eens even op wazen zeggen dat ik hier zit in de uitoefening van mijn functie als politieagent? Geloof me toch niet beletten, zeker, om mijn job te doen? Maar nee, integendeel. Oh, een job die ik nog best vermogen wees te vervullen, hè? Nee, natuurlijk juist daarom. Vind jij dat niet raar dat ze daarvoor de wijkagent sturen? Voor wat? Voor zo'n bagatel. Oh, een bagatel? Oh, zo noemt de Gada een bagatel. Maar er zijn er anderen die er anders over denken. Laat die denken, Fernand, laat die denken. Die paar mensen die op datzelfde moment in de cafetaria aanwezig waren, bijvoorbeeld. Met een ferm stuk in hun voeten. En de cafébaas, bijvoorbeeld. Dat kan niet, die was er niet bij. Waarbij? Frank, luister, hè. Het is beter dat je van de eerste keer over de brug komt. Eerlijkheid duurt nog altijd langst. Ja, dat is waar, hè. Ik heb er als zwakagent een jarenlange ervaring mee. Luister, heb je dan verkammen in elkaar geslagen of heb je hem niet in elkaar geslagen? Ja of nee? Even. Heb je hem in elkaar geslagen of heb je hem niet in elkaar geslagen? Ja. Bon, dat is al een begin. Zo dus heb ik gistermiddag met Christine gebeld, hè. Vandaar dus. Omdat ik een paar dagen over tijd ben, belde jij mijn zus op en moet ze hals over kop naar hier komen. We hebben die zo kunnen laten inpakken. Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. Jij bent zwanger en ja, hij wil daar zeker van zijn dat je alles verwerkt hebt. Door Bert zijn dood en... Ik vind dat maar normaal. Dat... Nee. Als ik s'avonds kan drinken, dan zou ik het 's morgens toch ook moeten kunnen uitzwijten. Hè? Het ziet er anders zo niet naar uit, hè? Ik kan eigenlijk helemaal niet tegen drank. Goh, dat wist ik niet. Het is wel meer dat jij niet weet van mij, hè? Ja, dat heb ik gemerkt. En gaat jij mij nu nog vertellen wat je allemaal van plan bent? Ver zal ik niet komen vandaag, vrees ik. Nee, jij meent dat. Sorry. Mama, je kunt toch niet van mij verwachten dat ik tegenover Luc ga blijven doen of dat hij mijn vader is, hè? Je moet hier vandaag toch niet tegenkomen? En morgen? En overmorgen? En ik en Jenny dan. Na al die jaren. Als die dat te weten komt. Mama, er is iemand. Dat gaat Jenny zijn, hè. Oh, wacht. Sorry, ik heb me even laten gaan. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ja. Ik wil nu niet vervelend doen, maar ik moet nu wel naar de school. Hè. Ik had me natuurlijk niet echt ziek gemeld. Er is toch niks meer wat ik kan doen, hè, dacht ik.
Hier. Meneer vlucht als het hem te veel wordt. En nog wel voor iets wat hij zelf in gang gestoken heeft. Ja, maar jij was toch akkoord? Tuurlijk, en het was ook goed bedoeld. Hij had alleen de consequenties weer niet overzien. En dat is wel vaker het geval. Mag ik nu weg? Ja. Kom, Koen. Kom. Koentje, goed op de madame letten, hè? Jij bent nu de man in huis, hè? Ja. Oké. Maar. Ah, dat is mooi, was dat? Ah, tante Jenny. Ah, Peggy. Moest jij niet aan het studeren zijn? Ja, de examens, hè. Ah, wel. Dan moest jij toch achter je boeken zitten? Ja, eigenlijk wel. Ah, wel. Je staat hier zo, mag ik niet binnen misschien? Tante Jenny, dat lijkt me niet echt zo'n goed idee. Hoe dan? Soms is ziek. Ziek? Ja, dan wil ik juist wel naar binnen. En ze is vooral heel slechtgezind. Ah, bon? Ah, wel, ik heb genoeg van die zever van uw moeder. Dat is een, ik denk, en ik heb er ook genoeg van dat je alle twee onder één hoedje speelt. Heb jij dat goed verstaan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk eens, ik ben ze direct gaan kopen. Wat vind je van de kleur? Mooi. Zeg, scheelt er iets? Oh, ja, slecht geslapen. En met verkeerde benen uit bed gestapt. Ik maak me ongerust over Ann. Zou het hier al kunnen zijn? Zeg, begin niet, hè. Zeg, wat steek je mij ook nog aan? Ik heb een vreemd voorgevoel. Je zit alleen maar een beetje nerveus. Juist gelijk ik. We hebben haar tenslotte een hele tijd niet meer gezien. Ja, en ze was niet echt vrolijk toen ze vertrok. Voilà. Ja. En ik ga mij door u niet laten beïnvloeden. Beetje last met uw vrouwen de laatste tijd? Ik wil graag een uitleg. Alsjeblieft, Jenny. Er hangt een briefje op de deur. Ja, wegens omstandigheden gesloten, dus. Dat is ons papiertje. Dat ding daar niet voor niks, hè. En wij zijn niet voor niks zussen. Ja, maar daar wringt anders wel het schoentje, hè. Pardon? Zeg, pa. Zit je niet te oud geworden voor drie vrouwen? Ik ben wel oud, maar ik heb geen drie vrouwen. Kom aan. Jenny, Rosa, Marianne. Wie gaat het worden? Rosa, dat is gedaan. Jenny vind ik heel sympathiek. En mama en ik hebben een heel verleden tussen ons. Tevreden? Ah, dus je bent nog altijd op zoek naar de idealen. Jij toch ook? Ja, maar ik ben geen 50. Ah, over 50 gesproken. Ik ben... Maar het blijft tussen ons, hè. Ik ben van plan om iets te organiseren. Een familiefeest. Ah, volgens mama, ja. Zeg, Tommeke, ik zit al uren op u te wachten, jong. Ah, dan laat ik nu alleen. En we komen er nog wel eens op terug, hè. Nog wel. Rob, hè? Nee. Je kunt op uw kop gaan staan, maar ik ga hier niet weg. Ik denk niet dat ze dat van plan is met zo'n kater. Waarom pakte jij dat ineens zo luchtig op? Je hebt twee keer aan mijn kop gezaagd. Oh, zeg, sorry, hè. Je moet gaan toch om je vader, of niet? Ik begrijp u niet, hè. Geen een van alle twee, ik begrijp er niks meer van. Maar ik heb gewoon geen zin in een vader. Ik heb het altijd al goed gehad met ons moeder. Ach zo. Ah. De Luc is afgekeurd? Is hem niet goed genoeg misschien? Maar jawel, de Luc is heel lief. Alleen, ik heb geen goesting in vaders en autoriteit en al de rest. Ja, maar ik begrijp het, hè. Ja, ja. Je gaat dus gewoon doen alsof er niks gebeurd is, is dat? Ja, dat gaan we toch proberen. Hé, mama? En jij denkt dat de Luc dat zal pikken? Dat is ons probleem. Oké. Okay. Als het zo zit, hè, Rosa. Dan kan het mij niet meer schelen wat jij doet. Weet het. Onze Frank houdt zich nogal goed, hè? Ja, ja. Het werk leidt hem wat af. Komt eten van de middag? Heeft dat toch gezegd?
En jij? Zal nog zien. Ach, Lukske, dat komt allemaal wel in orde. Ik doe mee Peggy en mee Rosa. Laat dat allemaal stilletjes in gang gaan, dan komt dat wel in orde. Wat zeg jij? Dat is alleen een beetje een afleiding moeten zoeken. Bij wie? Oh, zo waarde jij nu altijd. En niemand was goed genoeg. Bijna niemand. Maar jij komt toch altijd goed over de baan met die Mark? Ja, tot hij met Rosa begon. Of zij met hem. Daar is er nooit het fijne van geweten, hè? Was in elk geval te laat. Wordt dat nu geen tijd om dat allemaal te vergeten? Wat er ook gebeurd is, dat is 20 jaar geleden. Je kunt de klok niet terugdraaien. Is misschien maar goed. Ik zou mij in elk geval wel tegen u verzetten nu. Maar ik heb me nooit tegen Rosa. Toch wel, Moeke. Je stond altijd aan de kant van pa tegen Rosa. Ik zou dat nu niet meer doen. Het verleden moet het verleden laten. Maar af en toe steekt dat verleden toch zijn koppen op, hè? En hoe? Ik heb opeens een dochter. Nou, dat is een schoolkoppen, hè. Beetje wild. Maar van wie zou ze dat nu hebben? Ja, van geen vreemden, hè. Kalmeert nu eens. Ingrid heeft gebeld dat ze een belangrijke afspraak had en of dat we iets later konden komen. Zo erg is dat toch niet? Dan hadden mij toch kunnen verwittigen. Je hebt hoogstens een kwartier moeten wachten. Trouwens, ik was onderweg toen... Ja, afspraak is afspraak, Fiston. Toen dat onze pa mij wou spreken. Kunnen we privé niet mengen meewerken? Trouwens, over werk gesproken. Er staan nog 17 brommers, 2 fietsen en een skateboard dat gerepareerd moet worden. Hè? Frank? Een verklaring? Ja, bij Fernand. Zijn versie van de feiten. Oh, het is niet waar, hè? Oh, we moeten dat zo niet aantrekken, Simon. Onze Luc zegt, hè, dat zo'n wijkagent zich daar niet mee te moeien heeft. Ja, onze Luc, onze Luc, onze Luc. Ondertussen staat dat toch maar allemaal op papier, hè? Ja, en van papiertjes er weet jij alles van, hè, Simonneke? En als die verkammer nu niet meer bijkomt, dan is dat doodslag, of hoe noemen ze dat? Sinds wanneer kende jij daar iets van? Dat je er zo erg was nu ook niet gesteld met verkammen. Van betanten is dat we er niks van weten. Is die Leontien nog niet komen opdagen? Ja, dat is een klacht kan neerleggen zeker. En onze Frank de bak in. Ja, maar hoe komen wij anders iets te weten over verkammen? Hoe voelt je nu? Raar. Ja. Ik blijf het ook nog altijd raar vinden, Koen, zo zonder Bert. Ik wil daar gewoon over spreken en dat helpt mij. Maar ja, het zal wel altijd een gemis blijven. Maar dat zal wel overgaan, hoop ik. Ik voel me nog altijd schuldig als je erover praat. Ik ook. Maar jij kunt daar niks aan doen. Als ik niet naar de keuken was gelopen, dan... was hij niet gevallen. En was ik niet gaan winkelen, dan waart jij niet komen babysitten, Ingrid. Als. We kunnen zo bezig blijven, hè. Het feit dat ik Koen vannacht hier bij u laat, dat betekent toch iets? Ik verwijt u niks, hè. Mevrouw, kan ik u helpen? Ik ben op zoek naar meneer Verkamme. Ze hebben die hier een paar dagen geleden binnengebracht. Die ligt niet meer op deze afdeling. Is vanmorgen overgebracht. Ah. Ja, het is omdat... Bent u zijn dochter misschien? Excuseer, ogenblikje. Hallo, afdeling spoedgevallen. En braaf zijn, hè? En goed luisteren, hè, naar tante Ingrid. Ja? Alex. Tada, hè. Tada. Tada. Zeg, dus als een jongen heeft, dan mocht hij een appel eten of Ingrid, een banaan? Ingrid, gewoon een stuk fruit, ja. En je zult wel weten wat dat je moet doen. En hij zal het wel zeggen als het hem niet aanstaat, ja. Allee. Ja. Mm. Lucas. Amuseer je, profiteer ervan. Ja. Merci, hè. Dag. Dag. Mevrouw Verkamme was het? Ik ben een vriendin.
Maar toen ik hoorde van dat ongeluk, ben ik direct naar hier gekomen. Zijn dochter is stewardess. Ah, zodoende kwam u zelf eens kijken. We hebben mevrouw Verkammen ondertussen al wel bereikt. Ze zal hier nu wel spoedig zijn. Ik ben er zelfs al.